Denkt u na over de school en de toekomst van uw kind? Dan bent u niet alleen. Op school legt uw kind immers de basis voor zijn toekomst. Natuurlijk kiest u als ouder met zorg een school voor uw zoon of dochter. Om uw kind alle kansen te geven op een plaats in een school van uw voorkeur, dient u uw kind eerst aan te melden in het online aanmeldingssysteem. Bezoek gerust enkele scholen in de stad tijdens de kijkdagen. Zo kunt u een lijst maken met de scholen van uw voorkeur voor u uw kind aanmeldt. U kiest het best meer dan 5 scholen. Dit betekent niet dat u minder kans maakt op een plaats in uw favoriete school. Maar door meer dan 1 school op te geven, vergroot u de kans dat u uw kind kunt inschrijven in een school van uw voorkeur. U kunt uw kind aanmelden voor alle kleuterscholen en lagere scholen van alle onderwijsnetten van het gewoon onderwijs in de stad Antwerpen, dus ook die in de districten. Als u uw lijst met meer dan 5 scholen hebt gemaakt, bent u klaar om uw kind aan te melden via de website. U kunt uw kind aanmelden van 11 februari tot en met 6 maart 2015. Let op, wilt u uw kind inschrijven in een school waar al een broer of zus is ingeschreven of waar een van de ouders werkt, dan kunt u uw kind al vroeger aanmelden. Van 8 januari tot en met 21 januari 2015. Tip: het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt heeft geen invloed op de volgorde van de inschrijving. Het is dus geen race tegen de tijd. Let wel op dat u uw kind aanmeldt binnen de voorziene periode. Wanneer u zich aanmeldt op de website, werkt u de aanmelding van uw kind af aan de hand van enkele duidelijke stappen. U geeft onder meer uw officiële adres, het werkadres van u en uw partner op. Zo kan het systeem berekenen welk adres het dichtst bij uw voorkeursscholen ligt. Op basis van 2 eenvoudige vragen wordt ook bepaald of uw kind een indicator of niet-indicator leerling is. Voor elke groep worden plaatsen voorbehouden in alle scholen. Om te bepalen tot welke groep uw kind behoort, moet u enkele eenvoudige vragen tijdens het aanmeldingsproces beantwoorden. Ten slotte kiest u de scholen van uw voorkeur die op uw lijst staan. Zet uw favoriete school altijd op nummer 1. Als de vrije plaatsen worden toegekend, wordt er eerst gekeken of er vrije plaatsen zijn in de school die u op de eerste plaats hebt gezet. Tip: als u zelf geen computer met internet heeft of graag hulp krijgt om uw kind aan te melden, dan kan u rekenen op de medewerkers van verschillende aanmeldpunten. U vindt de lijst van aanmeldpunten in de brochure of op de website. Wanneer u de stappen van het systeem doorlopen hebt, is uw kind aangemeld. Let op, wanneer uw zoon of dochter is aangemeld, is hij of zij nog niet ingeschreven. Als de aanmeldingsperiode voor uw kind is afgelopen, ontvangt u een brief met de gegevens van de school waar u uw kind kunt inschrijven. U moet dus nog zelf een afspraak maken met de school om de inschrijving te voltooien. En pas als u de leerlingenfiche hebt ondertekend op de school, is de inschrijving definitief. Hebt u nog specifieke vragen? Lees dan zeker de brochure die u hebt gekregen. U vindt de brochure ook op de website. Of u kunt ook altijd contact opnemen met de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185. Onze medewerkers helpen u graag verder.